We zijn hier weer bij de locatie Lol. Vlakbij die dam staan hier drie kasten waar we op 29 juli, een TBE gemaakt hebben van deze kast en van de gele kast. En het broed is in de groene kast terechtgekomen in het midden. Dat is precies 5 weken geleden. Ik heb daar tot nu toe bijna elke week een filmpje van gemaakt. Daar is ook een playlist van. Zo kun je precies volgen hoe de ontwikkeling van deze volken geweest is. We gaan vandaag weer kijken. Het is nu precies de 5e week. Dus dat betekent dat 2 weken geleden in de hoofdvolken zelf voor het eerst nieuwe bijen geboren zijn. Die generatie die wordt nu geboren, die direct in het begin gelegd zijn door de koningin. Maar de oude bijen sterven nog steeds af. Dus dat betekent dat de groei van het aantal bijen in dit volk zal er zijn, gestaag zijn, maar nog niet explosief. Wanneer wordt dat explosief? Na ongeveer 6 weken als de tweede generatie bijen geboren kan worden. Waarom? Omdat dan de eerste generatie bijen er nog is. Die zijn dan 3 weken oud. En de tweede generatie bijen dan al geboren wordt. Dan zien we echt een toename van het volk, een groei van het volk. En nu zien we voornamelijk een stabilisering van de eerste jonge generatie bijen die in deze TBE geboren worden. Kijk gerust mee. Ik moet deze er even wat voorzichtig afhalen, want er zit hier al voer in. Leon was al begonnen met voeren van de volken, maar ja, deze wilden we nog open doen, dus dan is het handiger om daar heel even mee te wachten. Maar dat is nog te doen. Nou, hier zien we eigenlijk direct dat de bezetting van de bijen goed is. Er zitten al bijen aan de zijkanten van de kast, er zitten bijen op de kantramen en alle straatjes en bovenop zie je bijen lopen. Dus dit volk heeft aan deze 2, 4, 6 ramen, nou ja, die kunnen ze goed bezetten. Dat is belangrijk. Aan de kantraam zitten al bijen. Dan zien we het eerste raam, het buitenste raam eigenlijk. Dat is volledig voer en ik zie hier nog geen broed. Volledig voer. Dus ik denk ook dat ze hier wat hebben. Ik denk ook dat ze hier wat hebben kunnen halen. Het tweede raam. Oeh, daar ben ik niet zo blij mee. Daar zie ik ook geen broed. En je ziet dat hier het broed geboren is. Maar er zit nu geen broed. Waarom? Dat is een raadsel. Hier, dit had ik niet verwacht. Hè. Je ziet hier het uitlopende broed. Maar je ziet dat dit raam niet opnieuw belegd is. Ook nog steeds weinig bijen. Wel wat bijen, maar niet dat je nou zegt poe poe poe. Dan zien we hier uitlopend broed. En daar zie ik ook wat eitjes. Dus er is zeker een koningin. Gelukkig. Maar dit volk geeft even wat minder gas, blijkbaar. De vraag is natuurlijk waarom. Is dit een koningin die ermee ophoudt? Het zou natuurlijk kunnen. Ik zie hier wel eitjes. Maar ook niet alle lege cellen zijn belegd met eitjes. Hier hetzelfde patroon. Hier zien we weer uitlopend broed. Maar ook weer niet alle cellen belegd. De bezetting met de bijen is echt voldoende om dit helemaal te beleggen. En deze kant is wel belegd. Ja, deze kant is helemaal strak belegd met eitjes. Maar ik zie ook helemaal geen larfjes. Dus ik zie eitjes of uitlopend broed. Dat verbaast me. En dit raam is weer volledig voer. Hier zie ik de koningin lopen. Daar loopt ze. Ze is ook dun. Geen dikke koningin die veel eitjes aan het leggen is. Het ziet er niet slecht uit, maar het ziet er ook niet dat ik nou zeg. Ik had eigenlijk meer broed in alle stadia verwacht. Nu zie ik voornamelijk eitjes. Ik ga het 1 week aanzien. Als er dan nog geen sterk broedpatroon is, dan vervang ik de koningin. Ze heeft het tot nu toe goed gedaan, maar ja, nu lijkt ze toch af te haken.
En we gaan dit volk niet voeren. Dus het tweede volk waar we, die we volgen voor de TBE's. Ook hier is de bezetting met de bijen heel goed, eigenlijk nog beter. Veel bijen aan de zijkant. Ik zie hier ook veel grijze bijtjes lopen. Dat zijn duidelijk al jongere bijtjes. We hebben het eerste volk. Eerste raam, sorry. Mooi uitlopend broed. En volledig belegd met eitjes. Volledig belegd. De andere kant, dus de buitenkant, precies hetzelfde. Volledig belegd met eitjes en ook uitlopend broed. Ik gebruik helemaal geen rook, dat is eigenlijk helemaal niet nodig op dit moment. Nou, hier zien we echt een mooi raam gesloten broed. Dat broed is net verzegeld, dus dit duurt nog een dag of 10 voordat dit gaat uitlopen. Twee prachtige kanten met broed. Dus dit zijn echt al veel bijen, dat zijn zomaar 5000 bijen die hier geboren gaan worden vanaf dit raam. Het derde raam. Daar zien we weer uitlopend broed, larfjes daaromheen en aan de buitenkant eitjes. Dus dit is eigenlijk zoals we de volksontwikkeling hadden verwacht, ook van het andere volk. Ook hier weer larfjes en daartussenin een rand met eitjes. Dus dat zijn die broedcirkels die de koningin heeft aangelegd. Het vierde raam. Aan de buitenkant uitlopend broed en hier binnen alweer volledig belegd met eitjes en jongste larven. Dus hier zie je het eigenlijk nog heel mooi. Hier zie je wat oudere larfjes. Dus daar is je ooit begonnen. Hier zien we dat het broed is uitgelopen en eitjes zijn. En hier zien we nog weer het uitlopende broed. Dus zien we ook weer drie broedcirkels. En hier zie ik dan denk ik de vierde, want hier zien we nog weer wat eitjes. En dat moet je je dus driedimensionaal over die ramen voorstellen. Die koningin die legt in een bolvorm. Ook dit raam. Mooi vol met broed. Weer dezelfde leeftijd als het eerste raam. Dus ook dit duurt 10 dagen voordat deze weer uitloopt. De andere kant hetzelfde. Daaromheen weer grote larven. Dus die gaan verzegeld worden binnenkort. Hier een kransje met stuifmeel, kransje voer. Ziet er allemaal prima uit. Deze hebben duidelijk een drachtje gehad hier, want zoveel heb ik ze niet gevoerd. Ik zag gisteren ook een klein plusje op de weegschaal. Ja, en ook dit raam. Hier zien we wat stuifmeel. Dat is dus het buitenste raam geweest. Daar heeft die koningin eerst niet gelegd. Die bijen hebben gebouwd. Die koningin heeft niet gelegd en dan gooi je die bijen gelijk allemaal vol met stuifmeel. Dus hier zie je eigenlijk wat oud stuifmeel. Zie, droog spul. Dat eten ze eigenlijk nauwelijks. Hè. Zolang er wat vers stuifmeel binnenkomt, gebruiken ze dit niet. Dat repareren ze wel weer. Maar dat stuifmeel zit eigenlijk in het midden. Dat is eigenlijk niet de logische plek daarvoor. Maar ja, bijen denken in die zin niet logisch. Als er lege plekken zijn waar de koningin geen eitjes legt, komt daar stuifmeel of voer. En zolang die koningin dat blijft beleggen, komt dat stuifmeel dus keurig aan de buitenkant terecht. Dus wij denken altijd, die bijen slaan dat op aan de buitenkant. Maar dat doen bijen niet. Bijen slaan dat op een lege plek. Dan zien we een bij met mooi blauw stuifmeel aan de poten. Phacelia. Phacelia, een groenbemester. Heel fijn dat die boer dat doet. Ik heb geen velden gezien, maar blijkbaar is er wel wat in de buurt. En ook deze kant zijn allemaal jonge larfjes.
eitjes en larfjes. Dus ook dit raam is helemaal broed. Hier eitjes en larfjes en hier weer uitlopend broed verwacht ik. Ja, donkere ogen. Dus die lopen over een dag of 3-4 uit. Nou, dit volk is prima. Dat dit volk iets sterker is dan dat volk, dat wist ik. Maar dat volk blijft nu echt achter. Dat moeten we in de gaten houden. Het eerste volk. Dit volk ziet er gewoon heel goed uit. Je ziet ook als je hier vanaf de zijkanten infilmt, dat hier echt een overschot aan bijen is. Eventueel klik-klik doen. Maar... dat hier een overschot aan bijen is die op de kant zitten. Dat zijn gewoon bijen die op dit moment niks te doen hebben. Dat is dus altijd een teken dat die bijen in overvloed leven. Dat is goed, dan kan zo'n volk dus vooruit, dan kan zo'n volk zich ontwikkelen. Ik heb besloten om dit volk toch 2 extra ruimte te geven. Die hebben bijen genoeg, er worden ook veel bijen geboren. Ik krijg van mij 1 enigszins uitgebouwd raam. En een kunstraadje ernaast. Dan kan ik ze toch een beetje voeren, want ik wil ze nog een klein beetje stimuleren. En dan heb ik ze gelijk op 8 ramen en zoals ik ze graag wil inwinteren. Dus dit is het volk waar het broed van deze 2 volken in terecht is gekomen. Vorige keer hebben we hier wat ramen uitgehaald en het teruggebracht tot 1 bak met 2, 4, 6, 8 ramen. Zo wil ik ze eigenlijk ook inwinteren. Je ziet hier overigens nog steeds darren. Hè? Hier zijn best wel veel darren nog in dit volk. En dat is typisch voor zo'n broedaflegger. Die zijn moerloos geweest en moerloze volken houden veel langer hun darren aan dan volken die met een gezonde moer het najaar ingaan. Vorige keer toen we hier waren, dat was een dag of 10 geleden, toen zagen we voor het eerst eitjes. En dat betekent dat dit volk een eigen koningin heeft aangemaakt. En die koningin was toen net aan de leg. Ik heb haar toen niet gezien. Het eerste raam is een mooi voerraam. Met een paar darren erop. Mooi gesloten voer. Tweede raam, voerraam. En bij het derde raam zie ik hier eitjes in het midden. Daarmee zit wat stuifmeel en weer gesloten voer. En daar loopt onze koningin. Die heb ik dus de vorige keer al gemerkt. Mooi stipje. Kunnen we haar goed zien. Mooie dikke koningin. Hè? Dus je ziet dat deze eigenlijk veel voller is dan de eerste koningin die we zagen. Die wat aan de slanke kant was. Nou, precies 10 dagen geleden zagen we in het midden de eerste eitjes en dat broednest is dus nu al verzegeld. Kunnen we er ook even omheen kijken. Ja, daaromheen zien we nog wat grote larven en daaromheen zien we kleinere larven en tot helemaal buitenom zien we de eitjes. Dus dit is echt van gesloten broed, grote larven, kleine larven naar eitjes. Een klassiek voorbeeld en hier aan de buitenkant dan het stuifmeel. Een klassiek schoolvoorbeeld van hoe een raam eruit mag zien. En die jonge koninginnen die geven echt gas in het najaar. De koninginnen die wat ouder zijn, die bouwen in het najaar altijd vrij snel af. Maar die jonge koninginnen die geven echt nog flink gas. Nou, hier zien we heel mooi het broed glimmend in de sap. Zoals we dat graag zien. Deze volken hebben ook allemaal bistrong gehad. Om te zorgen dat het eiwitlichaam goed verzorgd is, dat die bijen veel voedersap kunnen produceren. Dus hier ontstaan natuurlijk hele mooie, gezonde bijen uit, die langlevend zijn.
Dan het derde raam zit hier beroet. Dit stuk. Derde broedraam. En hier zelfs nog iets verder tot in de randen. Ja, wel een lelijk raam, maar mooi broedpatroon. En dan gaan we naar de zijkanten en dan zien we weer allemaal voer. Dus ook dit volk gaan we niet voeren. We hebben meer dan genoeg voor de komende weken. Ik wil echt voorkomen dat ze te vol raken met voer. Sterker nog, deze ga ik zelfs een kunstraadje geven. Die hang ik hiernaast. Dit is een mooi rechterraam. Een redelijk rechterraam. Ietsjes bolling erin. Hier zit iets die bolling. Dus ik geef vandaag ook één kunstraadje. Dat past er net in. Zit ergens een beetje klem, ja. Zo, iets ruimte maken. Hier worden natuurlijk veel jonge bijen geboren. Het is allemaal best wel een sterk volk, dus die willen nog wel bouwen. Dus die geef ik een kunstraadje. En ik laat zelfs dat mooie voerraam wat ik heb, dat hang ik niet terug. Zo. Die neem ik als reserveraam mee. Als ik nou dadelijk een volk tegenkom die honger hebben, dan kan ik ze heel mooi dit verzegelde voerraam geven. Nadeel is echter dat ik dit dan moet afslaan en een vol voerraam afslaan. Dit weegt bijna 4 kilo. Ja, is gewoon heel lastig. Hier zie je een zieke bij. Is helemaal zwart. Ja. Maar hij heeft wel haren. Dus dit is niet een oude bij. Dit is een jonge bij die zwart geboren is. Ze worden soms ook zwart omdat alle haren eraf slijten. Maar dan is dat borststuk ook helemaal kaal. En je ziet dat het borststuk nu niet kaal is, maar het lichaam wel zwart. Het is vaak een bij die last heeft gehad van een virus. Maar ik zie er maar eentje, dus maak me geen zorgen over. Er komen altijd ziektes voor in het bijenvolk. Maar zolang je niet grote aantallen met zieke bijen ziet, moet je daar vooral niet te veel zorgen over maken. Gezonde bijenvolken kunnen heel wat ziektes overwinnen. Zolang ze maar niet geparasiteerd worden door allerlei vervelende beestjes, zoals mijten. Zo, die sla ik even op in de auto. Dan zien we elkaar over, ik hoop, 3 weken weer. Want ik ga 2 weken op vakantie. We moeten ze 3 weken met rust laten. En dan over 3 weken gaan we ze weer filmen. Tot dan.